Je bent een veteraan in de misdaadwereld, met zoveel ervaring dat je de import van 25 ton coke naar Europa plant, in samenwerking met een Colombiaans kartel. En dit alles met je eigen boot. We hebben het over een operatie met een straatwaarde van ongeveer 1 miljard euro. Een buitengewoon project dat slechts een paar individuen zich kunnen voorloven om op te starten in deze onderwereld. Tenzij je Roger P. heet, ook bekend als Piet Costa. En de peetvader bent van deze generatie in Nederland. Parallel aan deze smokkel ben je sinds 2020 verwikkeld in een oorlog met een voormalig lid van je netwerk, Ali D., die geld van je heeft gestolen en zich nu in een tandartsstoel bevindt, opgesloten in een martelcontainer in een loods in een klein Nederlands dorpje, Bouwse Plantage. Het netwerk onder leiding van Piet Costa onderhoudt een nauwe samenwerking met een groep onder leiding van Robin uit Utrecht. Naast een project om een gevangenis op te bouwen om rivalen in op te sluiten, zijn deze twee personen ook betrokken bij drugshandel en spelen ze een centrale rol in de zending van de boot. Hun gesprekken lopen al sinds eind maart 2020. Maat, Ben, met dat bootverhaal bezig deze week heb ik de prijs. Plaats waar ze heen moeten in Zuid-Amerika. Ik heb al twee opties. Een paar dagen later brengt Robin nieuws. Boot worst gebracht en op plek gelegd voor x-tijd. Oké. Dus wij vullen zonder dat bemanning aanwezig is. Is juist makkelijk. Ze zetten boot en gaan weg en halen 2 weken of 4 weken later weer op. Alles begint nu te bewegen. Maat, 25.000 kilogram. Bootverhaal begint aan de overkant serieuze vormen aan te nemen. Nog even, en dan moet je alle puntjes op de i gaan zetten. Maat, dit wordt zwaar serieus. Dit wordt superverhaal. Maat gaat bij gasten van Urava op de koffie. Ze willen weten wie erachter zit. Glenn Del Golfo. Al die z***. Urabenos, die zette de andere helft. De clan Del Golfo uit Colombia wordt verondersteld evenveel te investeren met Piet Costa's netwerk en wil een bijeenkomst organiseren om te zien met wie ze te maken hebben. Alleen uit de kust boot zetten, hoe willen ze dat doen? Die scheepsagent regelt dat. Die hebben ze erbij. En vullen met oog van ons. Belangrijk wordt straks de stash. Maat, bootverhaal is rond. Je kan beginnen. Maat, ben niet terug van bootverhaal. Was top. Enige is omdat 6 maanden alles bij elkaar duurt varen vullen en weer varen via andere route is bok kopen goedkoper dan huren. En veel beter alles eigen beheer in verband met stash bouwen. Normaal huren ze bokken voor bepaalde klussen. Maat, wat kost zo'n ding? Kopen is bespreekbaar. 2,5 miljoen. Er ligt er 1 in Noorwegen. Ik heb de tekeningen gezien. We kunnen compartimenten bouwen beneden deks als dieselopslag. Maar dieselopslag is dan deels stash. Werf is echt super. 0 pottenkijkers. Nooit controle van douane. Bok kopen en gas. Samengevat is een netwerk onder leiding van Piet Costa van plan om te investeren in de aankoop van een boot. In partnerschap met de clan Del Golfo voor transport van witpoeder naar Europa. Tijdens een van hun contacten noemt Piet Costa de prijs per kilo. Ongeveer 3 miljoen Colombiaanse pesos, wat neerkomt op ongeveer 700 euro. Binnen zijn netwerk speelt zijn rechterhand, Hassan, een cruciale rol. En hij bespreekt de logistiek met een persoon genaamd Mr. Malibu. Het lijkt erop dat verschillende leden van het netwerk nog steeds op zoek zijn naar een geschikt schip voor deze missie. Er komt een optie naar voren met betrekking tot het gebruik van drijvende kranen. Maar Mr. Malibu geeft aan dat die van merk Bon en Mes niet beschikbaar zijn voor verkoop, terwijl jaarlijkse verhuur ongebruikelijk is. In elk geval bespreken de twee eind mei de totale kosten van de koopwaar, naast de boot. We doen 25.000. Pas bij dit aantal kreeg ik deze prijs. 12.500, wij 12.500 colo. Oké, maar als we dan terugrekenen, komen we onder 500 per stuk hier. Ik denk dat je met 500 aardig in de richting zit, collega. Oké, duidelijk. 12.500 maal 500 is 6.250.000 euro.
Misschien worden het er 100 duurder, maar niet meer, denk ik. Deze kosten per kilo zijn tarief dat naar verwachting alleen kan worden gevonden bij de producenten, direct aan de bron in Colombia. De prijzen kunnen worden vermenigvuldigd met een factor van 30 tot 40 wanneer de goederen de groothandel in Europa bereiken. Oké, top. Gas kan erop. Mensen overkant willen als kan vandaag al beginnen met spullen maken. Maar dat doe ik pas als jij zegt dat licht op groen staat. Oké, kan zijn dat wij iets meer willen doen, maar ben alles in elkaar aan puzzelen. Hassan is voortdurend bezig om samen met andere personen te onderzoeken wat de beste opties zijn om de drugs naar Nederland te importeren. Hij had de mogelijkheid overwogen van vrachtvervoer via de havens in Marokko, maar Mr. Malibu raadde deze optie af. Hij legde uit dat de havens daar minder containers ontvangen, waardoor ze meer tijd hebben om douanecontroles uit te voeren. Daarnaast vermeldt hij dat de situatie gecompliceerd is met havens in Spanje en Portugal vanwege de COVID-pandemie. In elk geval moet Pitcosta altijd zijn goedkeuring geven, vooral voor grootschalige operaties. Met name in het geval van de bootexploitatie, die veel tijd nodig heeft om volledig te worden gerealiseerd. Wat Hassan betreft, een sleutelfiguur in dit verhaal, is het essentieel om op te merken dat hij ook betrokken is bij het beheer van de financiën binnen de organisatie. Het is belangrijk om te weten dat de spanningen verder escaleren, vooral in de regio Rotterdam, sinds de uitschakeling van Pitcosta's echte rechterhand door het vermeende netwerk verbonden aan Ali op 10 mei 2020. Deze periode van instabiliteit zorgt ervoor dat Pitcosta's netwerk extra aandacht besteedt aan de veiligheid van de geldopslagplaatsen en vanaf dat moment stijgt Hassan's status. Een paar dagen later maakt Hassan en Mr. Malibu duidelijk dat hij 5 miljoen euro naar hem moet overmaken. Bij dit proces wordt vertrouwd personeel ingezet dat verantwoordelijk is voor deze transporten. Kan ik maandag afgeven geld? Dat komt mij goed uit. Wel Rotterdam AUB. Moet ik even kijken of de jongen kan, anders moet ik het zelf aanpakken. Zos is verboden, collega. Niet doen AUB. Regel iemand, dan doen we maandag al 5M. Per hoeveel wil je ophalen? Nee, weet het, ga jongen regelen. Per 1 AUB. Malibu communiceert met zijn ondergeschikte, die we hier ZX zullen noemen, en vertrouwt hem de taak toe om het geld na de overdracht op een schuilplaats te verbergen. Kan jongen maandag 5x1 mem ophalen en kan je wegleggen. Ja maat, en kan wegleggen. Oké, maar wees safe. Ja, plek is 100% safe. Alleen enige wat ik niet safe heb is automan, stash. Uiteindelijk slaagt ZX erin een transportvliegtuig met een schuilplaats te vinden en gaat de missie verder met de uitdagende taak om 5 rondreizen op 1 dag te maken. En ik denk alleen dat 5 keer rijden vandaag niet gaat lukken, dus rest dan morgen. Kan niet 2M per keer? Liever niet. Ja, snap ik. Doe anders eerst 1 miljoen euro, daarna misschien meer. Mis kan ik zorgen dat hierna 4M wordt gebracht. Oké, ik ga even vragen. Het PostNL manbus. Pik, naar welke regio gaat pap heen? Misschien kan ik ook wat laten brengen. ZX voegt een bericht toe. Heb huisje gehuurd, camping gaan we bellen. Malibu communiceert al het nieuws over transport van de 4 miljoen. Hij wil 4 miljoen euro in één keer laten brengen. Meen je? Yep. Uiteindelijk wordt 1 miljoen euro ingezameld bij de macrowinkel in Barendrecht. Om de situatie te verduidelijken, het overdrachtproces verloopt als volgt. Een teamlid van ZX gaat naar de winkel om geld op te halen bij een medewerker van Hassan en zorgt er vervolgens voor dat naar schuilplaats wordt gebracht. Voor elke overdracht is een wachtwoord nodig om de identiteit van de persoon te bevestigen. In dit specifieke geval wordt het wachtwoord Samsung gebruikt. Vervolgens vindt voor de overdracht van de 4 miljoen de uitwisseling plaats in een kantoor in Arnhem. Een medewerker van Hassan brengt het geld terug in een busje van het PostNL-bedrijf om mogelijke verdenkingen te verminderen. Meestal moet het geld via onderwereldbankiers worden overgemaakt naar een bankrekening, bijvoorbeeld in Dubai,
waar het wordt witgewassen. Het lijkt er echter op dat er een technisch probleem is. Als het team uiteindelijk besluit om deze weg in te slaan, zal het langer duren dan verwacht, zoals Malibu aangaf in een van zijn berichten in april 2020. Hij wil het op de bank hebben via een wisselaar op een rekening in Dubai, maar ook wisselaars hebben het nu moeilijk. Hij verstuurt een bericht in het Engels naar iemand anders. Hello, I am working on it, but also the underground bankers have problems to send and receive money at the moment. Cash here, Holland, I can give you today, but what you don't want, so will take little longer. Voor het netwerk lijken overschrijvingen van meerdere miljoenen een dagelijkse routine te zijn geworden. Een routine die soms kan worden verstoord door een betreurenswaardige fout. Zoals in het geval van Brasman, genoemd naar zijn Braziliaanse afkomst, die €525.000 moest terughalen. Heb zo afspraak Brasman, daarna komt hij geld ophalen. Enkele dagen later. Brasman is over 15 minuten daar. Oké, ga het doorgeven. Oké, is de jongen er bijna? Ja, is bijna. Oké. Uiteindelijk wordt Brasman gearresteerd door de politie in Rotterdam, in het bezit van een boodschappentas vol geld. Nieuws dat Malibu doorgeeft aan Hassan via een online artikel dat hij deelt, getiteld Braziliaan loopt met €525.000 door Rotterdam. In dezelfde periode weten we dat Robin de opdracht krijgt om zeer gespecialiseerde cellen te bouwen in een loods om de rivalen waarmee ze in conflict zijn op te sluiten. Hij bespreekt met een van zijn handlangers de oprichting van deze EBI, verwijzend naar de meest beveiligde penitentiaire inrichting in Nederland. Ik heb EBI 2.0 gebouwd. Hele cellen CPLX met sepiers en camerasystemen. Bro, we gaan ze allemaal meenemen. De belangrijkste persoon om daar naartoe te brengen is Ali, die in Dubai in ballingschap lijkt te zijn gegaan, terwijl hij van daaruit zo ondergeschikt in Nederland blijft leiden. Het is belangrijk om op te merken dat het netwerk van Piet Costa ook probeert om de onderzoeksautoriteiten in Dubai om te kopen, om Ali ter plekke te laten arresteren. Ik heb Dubai gesproken en we kunnen ze als spionnen laten oppakken, dan worden ze gemarteld voor info. Misschien gevangenisstraf voor drugs of spionage. Piet Costa geeft deze boodschap door aan zijn rechterhand, Hassan, die antwoordt. Maat, dat is de best mogelijke straf. Moet echt kunnen. Daar voor drugs worden gepakt. Hassan moet echter ook waakzaam blijven in Rotterdam, omdat de rivalen niet stil blijven zitten. Ze weten te veel van jullie. Stap naar achteren jullie kern en gaan leven als spook tot we dit opgelost hebben. Ik kan alles regelen voor jullie, bro. Maak je geen zorgen, mijn jongens. Zijn onzichtbaar, alles kan doorlopen. Robin heeft gelijk. Een persoon genaamd Muad K van het rivaliserende team geeft leiding aan een team dat de opdracht heeft om Hassan in juni 2020 uit de weg te ruimen. Muad is verantwoordelijk voor het maken van foto's en het constant in contact blijven met het bewakingsteam dat Hassans zwarte Audi volgt. Dit voorlopige toezicht is al weken aan de gang en zal naar verwachting leiden tot een liquidatiepoging in de komende dagen. In de nacht van 14 op 15 juni 2020 wordt het team gespot in een buurt van Rotterdam. De groep controleert de trekker onder Hassans auto, om er zeker van te zijn dat hij nog op zijn plaats zit. Op dat moment komt Hassan plotseling aanrijden in een andere auto en observeert het tafereel. Hij merkt het team op, begrijpt hun bedoelingen en besluit ze te achtervolgen terwijl ze in een Mazda vluchten. Hassan is zich terdege bewust van het gevaar voor zijn leven. Ondertussen belt hij een alarmnummer, maar tevergeefs. Want de operator lijkt de situatie niet serieus te nemen en hangt op. Hassan slaagt er desondanks in om de Mazda van achteren te rammen, maar verliest het voertuig in kwestie uiteindelijk uit het oog. Dezelfde avond neemt hij contact op met Piet Costa en geeft het kenteken van de Mazda door, in de hoop meer informatie te krijgen over het team dat hij zojuist heeft ontmoet. Op 16 juni wordt hetzelfde voertuig aangetroffen op de Soldenellestraat in Rotterdam, met duidelijke schade aan de achterkant. Wanneer het rivaliserende team zich realiseert dat de missie is mislukt, uit een van de leiders van het netwerk zijn ongenoeg over Muad en het surveillanceteam, dat ter plekke actie had moeten ondernemen, met name door Hassan in het hoofd te schieten, omdat hij regelmatig een kogelvrij vest draagt. Ja, voilà. Wil hem kan afmaken. Ja, ze moesten Pipa meenemen.
Maar dit is Lakse fout. We hadden hem gewoon. Hij was gewoon klaar. Die zou gaan pitten. Deze week nog. Deze aanslag zou georchestreerd zijn door Ali's netwerk, die, zoals eerder vermeld, in Dubai verblijft, waar de autoriteiten verondersteld worden hem gevangen te nemen. De berichten geven aan dat dit project om de agenten te corrumperen 3 miljoen euro kost, waarvan de eerste helft al betaald is door Piet Costa, terwijl de andere helft betaald zou moeten worden nadat het is afgerond. Costa's team hoopt dat deze Ali al zijn eigendommen, die op zijn naam geregistreerd lijken te staan, kwijtraakt en dat hij in de gevangenis belandt. Dit project gaat echter niet door, omdat de politie in Nederland de groep van Piet Costa sinds april 2020 nauwlettend in de gaten houdt, nadat deze toegang had gekregen tot de berichtendienst EncroChat. Hierdoor kunnen ze versleutelde berichten in real-time lezen en bewijs verzamelen voordat ze actie ondernemen. Het is 22 juni als er een grootschalige operatie plaatsvindt op verschillende locaties, waaronder de loods met containers in Wouwse Plantage, met luchtsteun, waaronder een helikopter. Belangrijke figuren worden gearresteerd, waaronder Piet Costa in Rotterdam en Robin in appartement in Den Haag. Het is belangrijk om te weten dat de politie het pakhuis in april stiekem had uitgerust met bewakingscamera's en ze ongeveer 3 maanden had laten hangen. Hierdoor kon ze genoeg bewijs verzamelen over de teamleden die daar werkten tijdens de periode van de bouw van de martelcellen. De politie stelde een lijst met verdachten op, allemaal gericht op de bouwplaats, waaronder een zekere Arie. Volgens camerabeelden voerde Arie renovatiewerkzaamheden uit in verschillende containers. Vooral in de container met het nummer 5, waar een tandartsstoel stond. Hoewel gedurende de gehele observatieperiode geen enkele beweging van de stoel op camera's worden waargenomen, blijft Arie tijdens zijn getuigenis in de rechtszaal ontkennen de stoel te hebben gezien. We zien u diverse keren container 5 inlopen, maar u heeft daar de behandelstoel niet opgemerkt. Nee, die heb ik nooit gezien. Terwijl die ruimte best krap is. Ja, ik begrijp dat ook niet. Arie's verklaringen kregen niet veel krediet. Vooral omdat een van de verdachten beweerde dat de cellen waren gebouwd voor een eenvoudige afpersingsshow. Volgens hem waren ze aanvankelijk van plan om een cannabisplantage op te zetten, maar door de COVID moesten ze op zoek naar een nieuwe bron van inkomsten. Arie beweerde dit ook tijdens zijn verhoor over het overbrengen van politieuniformen van container nummer 2 naar nummer 3. Een buitengewoon element is dat DNA van de corrupte politieagent Orm K. werd ontdekt op een van deze uniformen. Hij zou veel vertrouwelijke informatie hebben verstrekt aan het Rotterdamse netwerk en onderzoek hebben gedaan naar Piet Costa om te proberen in te schatten wat de politie over hem wist. Hij had echter niet verwacht dat zijn collega's zouden ingrijpen, want de politie blokkeerde abrupt hun voortgang. Er werden op 13 verschillende locaties invallen gedaan, waardoor het netwerk van Piet Costa aanzienlijk werd verzwakt. Opmerkelijk genoeg beschreef de rechterlijke macht de groep individuen in de rechtszaal als meedogenloos, op zoek naar een eigen vorm van gerechtigheid tegen hun rivalen. Hiervoor hadden ze 6 geluiddichte cellen gebouwd, die leken op een gevangenis en een container voor behandelingen. Piet Costa werd veroordeeld tot een totaal van 17 jaar en 9 maanden voor alle zaken tegen hem, terwijl zijn rechterhand, Hassan, een totale straf van 16 jaar kreeg. De hoofdrolspelers voerden de rechtszaal aan dat ze in de criminele wereld wisten dat EncroChat onder politiecontrole stond. Ze beweerden dat ze de berichten met desinformatie verstuurden om de reactie van de andere partij te evalueren en te controleren of ze in de gaten werden gehouden. Over het verhaal van de boot en de lading van 25 ton beweerden ze dat het meer op een tv-serie leek dan op de werkelijkheid. Ze beweerden dat hun discussies alleen bedoeld waren om onderzoekers in verwarring te brengen. Deze verklaringen werden echter niet geaccepteerd. Tot slot probeerde onze hoofdpersoon Robin uit Utrecht, een familieman van in de 40, zichzelf te verdedigen door te beweren dat hij geen crimineel was, maar iemand die door criminelen in de val was gelokt. Hij deed alsof hij een eenvoudige sportliefhebber was.
Hij was echter te ziek om zijn rechtszaak tot het einde bij te wonen vanwege een ziekenhuisopname voor ernstige kanker, die hem uiteindelijk in juni 2022 het leven kostte. Maar daar houdt het verhaal niet op. In oktober 2022 leidde een groot onderzoek naar het witwassen van honderden miljoenen euro's tot 22 grote huiszoekingen. Centraal in dit onderzoek staat de familie De Wee, die een metaalverwerkingsbedrijf runt. Het begon allemaal toen Piet Costa in Rotterdam werd gearresteerd in een appartement dat op naam zou staan van Dennis De Wee, een vermoedelijke leider van deze bende die naar verluid naar Dubai was gevlucht, van waaruit hij zijn zaken kon regelen. Om een volledig beeld te krijgen van het netwerk onder leiding van Piet Costa, zal het veel meer tijd kosten om alle puzzelstukjes in elkaar te passen.